Het ministerie van Openbare Werken zal voortaan bij het verharden van wegen overstappen op het gebruik van andere innovatieve materialen. Minister Riyad Noor Mohammed zegt dat het ministerie dit besluit heeft genomen op basis van de duurzaamheid van deze materialen en de scherpe prijzen. Ik geef u een voorbeeld. U hebt het gehoord in de presentatie dat wij de eerste grote pilotproject starten om wegen op een andere manier te verharden. Het pilotproject moet dus any moment starten. We gaan u ook uitnodigen voor daarvoor. Waarbij we semi-verhardingen gaan toepassen. Als dat project eenmaal opstart, zullen wij heel wat zandwegen op die manier gaan verharden. En die hebben dezelfde levensduur. Alles, net een asfaltweg of een bestratenweg. Maar het is gewoon veel sneller, een stuk goedkoper. En daarmee kunnen we nog meer mensen helpen. Vooral in de districten en dergelijke zaken. En dat is ook de technologie die we waarschijnlijk gaan toepassen bij de vele laterietwegen. Je weet het, deze is appen maar elke dag, Marrewijnen, Brokkenpolder, de slechte laterietwegen. Deze techniek is veelbelovend. En de launch hiervan gaan we dus volgend jaar doen. Noor Mohammed zegt dat het project hoogstwaarschijnlijk binnen een paar weken zal zijn opgeleverd. Hierna zal dit project in 4 fases, oftewel 4 gebieden, worden uitgevoerd. De minister geeft aan welke gebieden de voorkeur krijgen. We gaan voorkeur geven aan industriegebieden en productiegebieden en landbouwgebieden. Dus die krijgen de voorkeur. En daarom hebben we de eerste selectie ook gedaan voor van een productiegebied. De gebieden in Ikea, de landbouwgebieden, zullen ook prioriteit krijgen, maar ook bij Saramaka, waar die veel landbouwgebieden hebben, dat zijn de gebieden die prioriteit gaan krijgen. En daar kom ik op het gebied van de woongebieden, dus waar mensen wonen, vooral de hoofdwegen, neem Wanica bijvoorbeeld, die veel hoofdwegen. Marrewijnen heeft ook wat hoofdwegen en deze technologie willen we dan daar gebruiken. Ook de kosten van dit project werden in de begroting van projecten voor 2022 meegenomen en vandaag tijdens de persconferentie gepresenteerd. Het gaat bij deze om ruim een half miljard SRD.